Wat het punt is, is dat er terechte kritiek op migratie, massamigratie wordt gegeven. Alleen dat wordt dan in verband gebracht met allerlei complottheorieën of met allerlei zaken die daar eigenlijk niks mee te maken hebben. En het punt is, hoe ik het in ieder geval zie, dat dat dus wordt gebruikt om uiteindelijk die terechte kritiek op die massa-immigratie de mond te snoeren. En er zijn wel degelijk vragen gesteld. Ik heb hem nog vragen gesteld. Presentatoren hebben hem vragen gesteld. En er is gewoon een gesprek geweest over dat onderwerp. De vrije hand om zijn onzin te vertellen. En dan krijg je dus dit soort reacties. Maar iemand moet toch ook zijn verhaal kunnen vertellen? Zeker, dit krijg je ervan als nepnieuws, flauwekul, de vrije baan krijgt. Nepnieuws, we hebben een interview gedaan ook met het CBS. En op basis daarvan hebben wij in feite die... Allemaal fantastisch, maar De Winter die hing een verhaal op dat er een soort complot aan de gang is. En dat is weer altijd de elite die bezig is om stiekem, onder valse voorwenselen, de samenleving om te volgen. En hij kreeg gewoon de kans om dat allemaal te gaan vertellen. Ja, als je dat toelaat, dan lok je dus ook wel die hele vervelende reacties. Het is toch een feit dat er jarenlang een beleid is gevoerd door de elite van massa-immigratie. De grenzen zijn opengesteld. En daardoor is toch de samenstelling van de bevolking veranderd. Dat is wat het CBS zegt. Dat is wat de heer De Winter zegt. Dat is ook waar de bevolking zelfs een mening over heeft. Dus vindt u dat hij hier niet aan tafel had mogen komen? Nee, helemaal eens. Maar dat soort onzin moet je gewoon de kop indrukken. Dat is ook kwaliteitsjournalist. We lieten hem totaal niet zijn gang gaan, want we hebben hem verschillende malen onderbroken. Ja. Wij nodigen heel graag de volgende keer Sjoerdsma uit. Bij deze ook de uitnodiging. Om echt even in diepte debat te gaan met iemand zoals Philip de Winter. Ik hoop dat hij komt, dat hij ook het lef heeft dat te doen. Want Sjoerdsma, in mijn ogen ken hem persoonlijk niet, blinkt nou niet uit in dapper optreden, zullen we maar zeggen.